Het objectief vandaag was 10 kilo te verzamelen. En hoeveel hebben jullie nu verzameld? 175,1 kilogram. Super! Hey! Dag dames, drie finalistes van Miss Fashion, Ina, Shani en Jole. Hoe is het? Alles is heel goed. Spannende dag. Oh. Heel enthousiast over deze dag. Ja, waarom? Waarom was de activiteit vandaag? We zijn vandaag topjes aan het inzamelen op de Grote Markt in Geel. Voor onze opdracht van Miss Fashion 2019 van Miss Eco België. Ja. Dus we gaan topjes inzamelen voor de blindengeleide honden. En daarvoor hebben we 83.000 kilogram topjes nodig voor één blindengeleide hond helemaal te kunnen opleiden. Ja. Hoe zit die organisatie vandaag in elkaar? We hebben hier een promotent opgezet waarbij we Miss Fashion toch wat willen promoten met onze flyers. Er staat ook een springkasteel voor de kinderen en ook milieuvriendelijke spelletjes. Ze kunnen bijvoorbeeld blikken werpen, ze kunnen blaadjes versieren op een boom, zodat we toch, een boom is toch milieuvriendelijk. En we verkopen ook cupcakes en snoepjes. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Hoe dat we op dat idee zijn gekomen? Ja, iedereen. Iedereen heeft topjes bij hun thuis staan, dus het was redelijk makkelijk om ze te kunnen waarnemen. Ja. Het was ook voor de mensen te kunnen helpen, voor de blinde mensen, dat ze een buddy hebben voor het dagelijks leven te kunnen rondlopen, dat ze niet in gevaar lopen eigenlijk. Dus dat vonden we toch wel een heel goed doel om te steunen met Miss Fashion. Waarom hebben jullie dit goed doel specifiek eigenlijk uitgekozen? We hebben dit doel gekozen. Ja, we wilden natuurlijk iets rond het milieu doen. Dus we kwamen op het idee van dopjes. En omdat dopjes, we linken dat direct aan de blindgeleide honden. Hoe zit die link met het milieu juist in elkaar? Ja, de dopjes worden gerecycleerd. En door die recyclage kunnen ze geld verdienen. En daardoor verkopen ze die voor de blindgeleide honden. En zo'n blindgeleide hond, is dat, waarom dat juist? Omdat er meer en meer mensen tegenwoordig wel blind geboren worden of door een accident zoals pas gebeurd is, door een bijtende stof dat in het gezicht wordt gegooid, blind geraken. En het is toch moeilijk om overal eigenlijk rond te lopen als je blind bent. Je kan makkelijk ergens tegenlopen. Dus zo met een blindgeleide hond kan je eigenlijk makkelijker overal heen gaan, zodat je ook geen accidenten voor hebt. Heb je al van kort bij meegemaakt, de training van zo'n blindgeleide hond? Nee, ik zelf heb dit nog nooit gezien. Ik zou het wel interessant vinden mocht ik het kunnen zien. Ja. Hoeveel denken jullie samen te rapen, bijeen te halen vandaag? Ons doel is 10 kilogram. Maar aangezien wij al van heel veel mensen heel veel dopjes hebben gekregen, zitten wij er al over. Ja, we gaan zelfs even kijken hoeveel dat jullie al hebben eigenlijk. Hè? Ja. Zijn er nog acties die jullie gaan ondernemen vandaag? Vandaag niet. Nee. Wij gaan alleen nog straks bekendmaken om 5 uur hoeveel dopjes wij ingezameld hebben. Ja. Rond iets voor 5 komt ook de man die blind is met zijn blindgeleide hond om de dopjes eigenlijk te komen halen. Jullie doen dat ook niet allemaal alleen. Hè? Met drieën zijn jullie hier. Wie zit daar nog achter? Lana zit er ook bij, maar die kon vandaag niet aanwezig zijn. En Pearl, maar die zit voor een maand in Thailand en die gaat daar bomen planten om toch voor deze vlog mee te doen. Dus dat is ook heel leuk. Maar die tent, dat podium straks en zo, wie heeft dat opgebouwd? We hebben vandaag hulp gehad van mensen die hier eigenlijk rondliepen om het podium te verplaatsen en ineen te zetten. En die hebben ook bedankt, ze zijn ermee op de foto gegaan. We hebben een flesje water gegeven voor al hun hulp. Ja, dat is wel fantastisch eigenlijk, hè? Als je zo kan rekenen op mensen. Goed, ik ga je nog heel veel succes wensen en heel veel dopjes. Dankjewel. Mevrouw de burgemeester, wat vindt u van het initiatief hier in Geel? Wel, ik denk dat het een fantastisch initiatief is. We hebben als middelgrote stad onze 40.000ste inwoner binnen. En het doet heel, heel, heel veel deugd dat ook mensen zoals de dames hier die meedoen aan de Miss Fashion verkiezing, dat die eigenlijk het goede doel steunen en dat dat goede doel nog plaatsvindt in Geel. Geel, barmhartige steden, waar wij zorg, kennis, opvoeding allemaal hoog in het vaandel dragen. Ik denk dat dat prima op zijn plaats is in een stad zoals bij ons. Ja, dat klopt. Ik bedank u in ieder geval dat u dit initiatief ondersteunt. Ik ga misschien even aan meneer vragen. Meneer, wat vindt u van het initiatief? Ja, ik vind het ook fantastisch. Ik had het eigenlijk niet verwacht en ik had ook niet verwacht dat er zoveel zou verzameld zijn, maar het is noodzakelijk om eigenlijk de onkosten te blijven dekken, dat men voldoende
aanvoer heeft van de plastieke stokjes. Hè. Is dat uw hond nu die je bij hebt? Ja, 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 dat is Axel. Die heb ik sinds 3 jaar. En in een week is de 26e juli is hij 6 jaar geworden. Ja. Het is een kalme, heel brave. Ja. Ja. Oké, okay. Bedankt in ieder geval. Ik wens u nog veel succes met het initiatief. En hopelijk nog veel trainingen voor de honden. Hè. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Voilà. Moeten we ook nog bekendmaken aan jullie.